is en dan ga ik lekker knoppen in de vinger. We gaan vandaag veel trucjes doen, zoals deze. Maar ook nog veel meer. Maar oké, oké. Nou, kort. Die niet helemaal goed kan. Oké. Moet de piep. Beeld klopt niet. En moet het beeld kloppen. Niks aan mijn licht zou verschijnen. Doe dat volgende kant. En als ik nou zo zit, is alles als het goed is goed te zien, denk ik. Die moet ik echt beter gaan oefenen. Ik kan hem wel landen, maar dat gebeurt zo bijna. Dan moet ik echt... Yes, yes, yes. Oh, die was geland. En het was ook wel mooi geland, die. Dan ga ik even mijn poel over doen. Er is niet tukken dan. Oh jezus. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. En dan moet ik niet zo veel naar achteren vallen. Nee, dat was een echt totaal niet. Oké. Wat dacht ik van een standing naar front. De hele tijd zelf te doen is niet slim om te gaan doen als je nog niet zo goed zelf kan doen. Hier is de frontflip totdat je met dit gaat beginnen. Dat had ik het meeste aangeraakt. Want om gelijk hiermee te gaan beginnen is helemaal niet slim als je deze kan. Als je dat niet kan, is het dom om gelijk dit te proberen. Andere side flip. Die moet je ook niet gelijk gaan doen. Maar oké. Front. Sticky. Lekker. Oh, dat is sticky. Oh yes. Oh my god. Ik ga niet in de buurt bij een boer of zo, want het draait niet altijd lekker.
wat gaan doen. Wij echt een goede trampoline. Want ik ga nooit op deze trampoline rennen. Want ik heb niet de beste trampoline. Maar oké, frontflip. Godverdomme. We gaan mijn vrienden ook. Ja, mijn knieën landen. Ik ben zo vergeten in landen. In ieder geval. Kniefonds. Tenminste, nog een keer te landen van dit. Het draait al om je as. Nou ja, het draait wel om je as heen, maar los. Jongens, wat is dit? Het zal toch niet uitlasten. Want je doet gewoon met je bent er natuurlijk aan het overtreden. Je mag, los in het zitten, kan je niet in een sprong. Langs, krijg je nooit om je eigen as in te draaien. Maar wat doe je in de volgende zus? Om je as in te draaien. Het is een beetje gek. Als je zo makkelijk je natuurwet kan overtreden. Maar oké. Zand is een beetje vermoeiend. Vooral als je mijn bek over. Oh man. Ik zet dit bij je veren. Ik kan het op een grote drank heen, maar op deze moet ik gaan. Frontflip naar frontflip. Kijk of dat maar is. Nu, wat is mijn broek haak? Ik heb boos gedaan. Met frontflip naar frontflip. Ja, bij de corner van is frontflip naar frontflip naar frontflip naar frontflip naar frontflip. Dus dat was best wel veel. Gaat je mij nog allemaal frontflip naar frontflip naar frontflip naar frontflip naar frontflip. 5 keer. Probeer het nu even 1 keer. Oké, dan had ik nog een front moeten doen. Nu kan je nog een front. Oké, heel slecht. Zie je zo weer? Maar ik moet naar de wc. Nou, zo niet, maar voor jullie is het een seconde, maar oké. Hey jongens, ik ben naar de wc geweest. Ik zal jullie wat vertellen. Het is heel vet. Want nu bedenk ik me opeens dat ik ooit een keer een video heb gemaakt. Dat ik een frontflip deed. En ik deed het in slow motion. Het was echt... Ja, ik... Dan zet ik dit altijd met een video. Ik maak een video, zet ik met slow motion. Kapot vet. Doe dus maar dit. Oh, jongens, trouwens. Het is vooral vet als jullie van de zijkant zien hoe het frontflip eruit ziet. Dus kijk. Ik ben boos. Zo is dat de cijfer doen.
bijna landen. Oh, oh, mijn voet. Oh, 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 mijn oh, 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 kijk, oké, okay, ik kan nog wel swingen, dus er is niks aan de hand. Ik ken volgens mij gezakt. Ze dus moet hem wel laten zien. Wow, ik vloog nog door ook. Ik was er door dat ik al klaar was, dus ik bleef doortrekken. Dat ging weer helemaal mis. Dat is wel mooi geland. Flip, ik doe een frontflip. Kijk, ik doe een frontflip. Jemig, hé. Oh, oh, jezus. Trampoline springen is leuk, vooral als je salto's kan. Dus koop ook een trampoline, leer salto's, bim. Stop.
Ik ben helemaal moe. En deze video van 18 minuten moet nu eindigen. Dus dit was de video. Weer een leuke video van de Dumb Man. Blijf hem omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan ga ik door.